Maar uiteraard moet iedere ambulance continu in absolute topconditie gehouden worden. Want een ambulance met startproblemen of andersoortige pannen kan natuurlijk een mensenleven in gevaar brengen. In de laatste tip van deze serie gaan we kijken naar twee reservoirs die we onder iedere motorkap kunnen vinden. Te beginnen bij de koelvloeistof. Hoe kan ik nou zien of er genoeg koelvloeistof in het systeem zit? Het is heel duidelijk, als je naar het koelvloeistofreservoir kijkt, zie je duidelijk een minimum en een maximum staan. Wat kan het betekenen als ik te weinig heb? Als je te weinig hebt, als je dat constateert, heb je natuurlijk lekkage. Dat kan haast niet anders. Het kan niet ergens anders door verdwijnen? Nee, in principe niet. Het is lekkage. Waar dan ook. Hoe kom ik nou aan een kokende motor? Kan door te weinig koelvloeistof. Dat hij dus niet voldoende koeling kan opbrengen. Een koelventilator die niet aanslaat. Nou, dan kan je koelvloeistof gaan koken. Wat moet ik dan doen? Want het schijnt gevaarlijk te zijn, hè? Nou, op het moment dat je de dop eraf draait, haal je dus de druk van het systeem weg. En dan tegelijkertijd verlaag je het kookpunt. Krijg je dus gelijk al die hete damp krijg je om de oren. Dat is niet gezond. Kun je behoorlijke brandwonden van oplopen. Maar wat moet ik dan doen? Wachten, af laten koelen en eventueel met een doek de dop eraf draaien. Maar heel voorzichtig. Heel voorzichtig. Hoe lang duurt zoiets voordat zo'n motor een beetje afgekoeld is? Nou, dat duurt een hele tijd hoor. Je kunt soms wel een kwartier of 20 minuten staan wachten afhankelijk van hoe erg die aan de koken zeg maar. Nou zijn we de afgelopen weken regelmatig onder die motorkap bezig geweest met allerlei reservoirtjes, minimaal, maximaal. Maar één reservoirtje hebben we niet besproken, dat is dat van de remvloeistof. Normaal gesproken kom je daar eigenlijk niet aan, laat staan in de buurt. Nou, aan hoeft ook niet. Dat is werk voor de garage. Dat is eigenlijk wel de belangrijkste. Veiligheid nummer één, hè, remmen. Eigenlijk wel, ja. Maar dat ding staat eigenlijk altijd op maximaal, lijkt me. Nee hoor, nee, dat is niet zo. In die periode dat je remblokken slijten, zul je zien dat die dus van maximum langzaam naar minimum toe gaat. Dat mijn remblokken slijten, dus dat moet ik bijvullen? Nee, moet je zeker niet bijvullen. Maar een vloeistof die zakt moet je toch bijvullen? Ja, maar er zit niet te weinig in het systeem. Het is alleen verplaatst op een andere plek. Op het moment dat wij de remblokken weer monteren... Nieuwe? De nieuwe remblokken, die zijn dikker, worden de zuigers teruggedrukt in de klauwen en komt de remvloeistof vanzelf weer op maximum niveau te staan in je reservoir. Dus dan hoef ik niet bij te vullen? Nee, moet je zeker niet doen. Als je dat wel doet namelijk, en ze zetten er nieuwe remblokken voor je in, moeten ze de remzuigers weer terugdrukken in de cilinders. Dan spuit uit de ontlichtingsgat, spuit je die remvloeistof om de oren. Die ik net bijgevuld heb. En dat niet alleen, maar het is ook zwaar agressief voor de lak.